Dag dames en heren, een mooie heldere zonsopkomst vanmorgen in de zuidelijke provincies, maar dat was zeker niet overal het geval. Want een groot gebied met bewolking breidt zich momenteel vanaf de Noordzee uit over een groot deel van Nederland, waardoor op veel plaatsen het buiten zo uitziet. Grijze omstandigheden en het is maar de vraag of die bewolking overal gaat oplossen vanmiddag. Waarschijnlijk wel, maar dat is niet helemaal zeker. We zien hier dat wolkenveld boven het midden en noorden van het land hangen. Dat breidt zich geleidelijk nog steeds wat verder naar het zuiden uit, maar de meest zuidelijke grens van die bewolking lijkt wel ongeveer bereikt. Zo ongeveer over het rivierengebied. Ten zuiden daarvan is er veel ruimte voor de zon, al zullen ook daar vanmiddag wel een paar stapelwolken gaan ontstaan. Een beetje onzekere verwachting vanmiddag dus voor het midden en noorden van het land. Geleidelijk zullen er in dat gebied met bewolking wel wat gaten vallen waardoor de zon doorbreekt. Maar of dat overal gebeurt, met name in het uiterste noorden van het land, is nog even de vraag. Ten zuiden van de grote rivieren is er dus veel meer ruimte voor de zon en daar wordt het ook het warmst met temperaturen lokaal tot een graad of 25. Elders ligt het kwik tussen de 19 en 22 graden en er staat niet al te veel wind. Vanavond en vannacht moet die bewolking toch geleidelijk wat verder gaan oplossen. Dat betekent dat er in eerste instantie opklaringen zijn, maar in de loop van de nacht zien we vanuit het zuiden dan, ditmaal de bewolking opnieuw toenemen. Later kan er in het zuiden van Limburg mogelijk ook een enkele bui vallen. De temperatuur daalt niet veel verder dan de graad of 15 en er staat nog steeds niet al te veel wind uit een noord tot noordoostelijke richting. Morgenochtend begint op veel plaatsen met zon, maar in het zuiden raakt het al snel bewolkt en die bewolking breidt zich in de loop van de dag noordwaarts uit. Op de grens van die bewolking kunnen in de middag ook enkele regen- en onweersbuien ontstaan. Lokaal kunnen dat stevige buien zijn met ook een kleine kans op wateroverlast. De hoogste temperaturen worden in het noordoosten verwacht met daar lokaal 26 of 27 graden. Elders blijft het bij 20 tot 24 graden en de wind. Komt uit een oost- tot noordoostelijke richting is meest matig van kracht. En dan krijgen we toch wel te maken met een wisselvallige periode. Want ook vanaf zondag en in de volgende week is er elke dag kans op een paar regen of onweersbuien. Ook is er ruimte voor de zon en de temperatuur gaat geleidelijk volgende week steeds verder omlaag naar een graad of twintig vanaf woensdag en donderdag. Ik wens u nog een mooie dag.